Wij gaan gauw beginnen met ons eerste onderwerp. Ze zitten hier al klaar, dat is jullie cue, weet je nog? Ja, om te gaan zitten, geef ze een hartelijk applaus. Socioloog Tim Reeskens en hoogleraar Martijn Groenleer. Ja. Ik heb hier staan, Tim, nationaal coördinator van de European Value Study. Ja, dat zou je niet zeggen als je mij hoort. Ja, ik weet het niet. Ja, uit België vermoed ik. Uit België afkomstig, ja. Maar ik woon al 10 jaar in Nederland. 10 jaar al in Nederland, ja. En toch nationaal programmadirecteur van de European Value Study in Nederland. Ja. En voor de kenners alvast, ja. Die prachtige atlas, het is ook echt een atlas, ligt hier al klaar. Uitgegeven door de universiteit van Tilburg. Ja, precies. Ja, nee, prachtig. Even ook, we gaan straks ook naar Martijn, maar even kort uitleggen, wat is dat, de European Value Study? Want het loopt al eventjes. Ja, het loopt eigenlijk sinds de jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80. Toen dat een theoloog en een socioloog uit Leuven en Tilburg had eigenlijk het idee van, we weten dat er secularisering plaats heeft in Europa. Dus dat mensen minder naar de kerk gaan, dat mensen eigenlijk van het geloof afstappen. Wat houdt Europeanen uiteindelijk bezig? Wat drijft hen? Nu dat mensen niet meer geloven, welke geloofssystemen, welke belevingssystemen komen er uiteindelijk in de plaats? Is het ook zo dat door politieke integratie in Europa, dat ook landen naar elkaar toe groeien? Of blijft het ook zo dat landen toch wel uit elkaar, nog wat uit elkaar liggen wat betreft waarden en opvattingen? Ja. En het is dus een vragenlijst die om de 9 jaar wordt herhaald. En altijd dezelfde vragenlijst of wordt die ook weer aangepast door de jaren heen? Door de jaren heen wordt die toch wel aangepast. Sommige items die hebben plaats of die zijn afgenomen in 1980, die zijn toch wel een klein beetje gedateerd. Terwijl dat er nieuwe items, zoals bijvoorbeeld over het milieu, zijn natuurlijk belangrijker deze dagen. Privacy. Die zijn voor de eerste keer ook aan bod gekomen in 2017. Ja, we gaan er straks over doorpraten. Fijn dat je er bent. En je bent hier samen met Martijn Groenleer, hoogleraar bestuurskunde. Ja, klopt. Martijn, wat doe je dan allemaal? Waar hou jij je mee bezig? Heel veel dingen, maar onder andere Europa. En vooral dan de bestuurlijke kant van Europa. Dus dat is niet alleen wat er in Brussel plaatsvindt, maar vooral ook wat er in de lidstaten plaatsvindt. En dat is dus ook onder andere wat al die Europese burgers denken en doen. Ja. In termen van hun waarden en cultuur en identiteit. En hoe dat dan weer van invloed is op politiek en bestuur ook. Precies. Nou ja, straks gaan we er ook over doorpraten. Maar misschien één leuk dingetje in de actualiteit. Wellicht dat mensen het vandaag ook bij het journaal hebben gezien. Alle politieke leiders van Europa, minus Wit-Rusland, zaten vandaag in Praag. Ja, en Rusland. Ja, klopt. Dus een soort, Macron heeft dat bedacht, president van Frankrijk. Een van zijn vele plannetjes, European Political Community. Vandaag de eerste bijeenkomst, dus een soort pan-Europees songfestival, maar dan zonder Australië en Israël. Ja. En ik heb wat beelden gezien. Volgens mij zijn ze vooral heel veel tijd kwijt geweest met het maken van de foto. Om iedereen op het plaatje te krijgen en om ervoor te zorgen dat degenen die het niet zo goed met elkaar kunnen vinden niet direct naast elkaar staan. Ze schijnen ook wel wat dingen besproken te hebben, maar het is vooral ook om te laten zien de eensgezindheid richting voornamelijk Rusland in dit geval. Hè. Maar je gaf ook al aan, qua waarde. Als waarde je kwam meteen op de agenda. Ja, was het wel een opmerkelijk gezelschap? Ja, de vraag is natuurlijk van wie mag onderdeel uitmaken van dit gezelschap. En daar liepen ook een aantal vertegenwoordigers van landen die niet erg hoog staan in de lijst van democratie en rechtsstaat. Ja. Azerbeidzjan, Armenië, die het ook niet zo goed met elkaar kunnen vinden. Erdogan was daar geloof ik ook. Dus meteen kwam het thema waarde op. En wat voor waarden zouden deze landen dan moeten huldigen? En wie mag er wel of niet lid zijn van die club? Precies, precies. Ja, en dan ook naar die waarden van de Europese burgers. Hè, want daar wordt die enquête, als ik het zo even onbeleefd mag noemen, afgenomen om de 9 jaar. Wetenschappelijk onderzoek inderdaad. Wetenschappelijk onderzoek, inderdaad. En in deze wave, want jij hebt natuurlijk verschillende waves al gezien. Wat viel er op? Want we hebben natuurlijk nu vers van de pers de nieuwe resultaten. Wat waren het belangrijkste dat je denkt, dat is opvallend ten opzichte van eerdere waves? Ja, opvallend. Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal verschuivingen, maar veel dingen blijven uiteindelijk ook gelijk. Mm-hmm. Dus in de literatuur wordt vaak gesproken over een aantal verschillende werelden, verschillende systemen. Een aantal verschillende clusters van landen die toch wel bij elkaar horen. En je ziet toch wel dat die clusters ook wel nu opnieuw aan bod komen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een West-Protestantse cluster, je hebt een katholieke cluster, je hebt een orthodoxe cluster, dat blijft min of meer wel gelijk. Ja. Maar wat het eigenlijk ook vooral opvalt, is toch wel dat onder jongeren, dat we toch wel zien dat zij niet progressiever worden. Dus een belangrijke theorie in het onderzoek naar waarde is eigenlijk de stille revolutie. Mm-hmm. Het idee dat wanneer we blootgesteld worden aan materiële voorspoed, dat we uiteindelijk ook progressiever worden, dat we toleranter, inclusiever worden. Maar we zien juist bij jongeren, de jongste generatie, dat die toch wel niet doorgroeit richting meer progressieve waarden. Ja.
En dat was eigenlijk voor ons wel de belangrijkste bevinding. Ja, want dan heb je het na te hebben. Want je kan natuurlijk op allerlei manieren naar waarden kijken. Je hebt nu bijvoorbeeld over progressieve waarden. Wat zijn dan nog meer allemaal waarden die je dan gaat bekijken? Ja, we kijken bijvoorbeeld naar morele opvattingen. Bijvoorbeeld hoe dat mensen aankijken tegenover euthanasie, homoseksualiteit. Ook tegenover immigranten, het milieu, klimaat, de democratische rechtsstaat. Veel thema's die komen aan bod. En dat is eigenlijk ook het fijne aan dit onderzoek. Sommige onderzoeken die richten zich echt op bepaalde thema's. Maar wij proberen toch wel een brede doorsnede te nemen van wat mensen uiteindelijk belangrijk vinden. Ja. En je gaf al aan, hè, je zag dus nu bij jongeren, daar zie je wel een soort trendbreuk. We zien dat natuurlijk ook in Europa, dat een aantal landen, daar staan ook democratische waarden onder druk. Bijvoorbeeld Hongarije, Polen gebeuren een aantal dingen. Zie je dat dan ook weer terug in de antwoorden van burgers uit dat soort land? Ja, maar ook in Nederland zie je dat uiteindelijk ook wel terugkomt, dat de jongere generaties niet progressief doorgroeien. Ja. En andere aspecten, bijvoorbeeld zoiets als religie, hè, is natuurlijk ook een factor waar je van ziet van vroeger waren we veel religieuzer, gingen we allemaal naar de kerk en nu... Ook dat zie je terugkomen dat mensen toch minder religieus worden desondanks. Ja, ja. Dus wat we een tijdje terug hadden gehad van het iets-isme, dat er allerlei mensen wel in iets geloven, zien we daar nog iets van terug of is die... Oh, moeilijke vraag, dat kan ik niet direct op beantwoorden. Oké, die zien we niet terug. Dan nog even, was ook wel opmerkelijk, uit de programmatekst, daar was de vraag gesteld, is Europa een waardeunie? Welke menselijke waarden zien we veranderen in Europa? En jij gaf al aan, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet gelukkig met die vraag. Nou is iedereen gekomen op basis van die tekst hier, maar leg even uit, waarom was je niet blij met die vraag? Ja, het is European values. Hè? Maar uiteindelijk, als je erover nadenkt, dan gaat het toch wel over values in Europe. Yeah. Het idee dat er niet noodzakelijk één Europese waardeunie is, maar dat er toch wel verschillende clusters van waardeblokken uiteindelijk zijn. Yeah. Dus je hebt, zoals ik al zei, je hebt die protestantse cluster, je hebt de katholieke cluster, je hebt de orthodoxe cluster. En daarin zie je wel dat er dat historisch gegroeid, dat er daar toch wel een aantal gelijkenissen zijn tussen die landen in dat cluster, maar dat er toch ook wel verschillen zijn met andere landen, tussen die andere clusters. Ja. Dus het gaat eigenlijk niet echt over één homogene Europese gemeenschap, maar toch wel over meer blokken van landen. Ja. Ja, we zien hier zelfs dat een heel kaartje achter ons waar je dit soort clusters ook ziet. De Culture Map of the World, Ronald Engelhardt en Chris Watzel. Ja. Ja. En je wilde het ook graag hebben over de Oekraïne. Ja. Ook de waarde daar, want daar heerst natuurlijk ook een soort, noem maar bijna een soort waardeoorlog. Van bij wie hoort dat land nou? Is dat even los van heel het militaire verhaal, maar puur naar waarde gekeken? Ja, het was een klein beetje ongelukkig met de huidige atlas, die uiteindelijk in mei is voorgesteld, enkele maanden nadat de oorlog in de Oekraïne is uitgebroken. Oekraïne is toegevoegd aan de data in 2020. En uiteindelijk, we zijn al enkele jaren bezig geweest met het samenstellen van die atlas. Dus we hebben niet specifieke Oekraïne onderzocht in die atlas. Mm-hmm. Maar recent, met het uitbreken van de oorlog, hebben we wel gekeken van hoe positioneren die Oekraïnse waarden zich uiteindelijk tussen Rusland en tussen Europa. Ja. De Europese waarden, als je daar uiteindelijk al van kunt spreken. Ja. In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland en Nederland. En daarin zien we wel dat Oekraïne dicht tegen Rusland aanleunt als het gaat over waarden. Ja. Dus ze verschillen niet zo heel veel wat betreft waarden. Maar als je echt kijkt naar politieke opvattingen, dan zie je wel dat ze toch wel meer richting Europa kijken dan Rusland. Ook als het gaat over jongeren. Ja, want zoals ik al zei, jongeren zijn best wel belangrijk in het onderzoek. Zie je dat jongeren en ouderen in Rusland niet van elkaar verschillen wat betreft waarden. Ja. Maar als je kijkt naar jongeren en ouderen in Oekraïne, zie je dat de jongeren in Oekraïne veel progressiever zijn dan de ouderen in Oekraïne. Ja. Dus daar zie je toch wel dat er een duidelijke waardeverschuiving plaats lijkt te hebben onder de jongeren richting Europa. Precies. En wat vertelt het ons? Want er is natuurlijk Van der Leyen heeft ook een beroep gedaan. Poetin doet natuurlijk een beroep. Zie je daar ook dat soort waarden dan in terugkomen? Ja, ik denk dat bij beide toch wel een klein staaltje van politieke retoriek plaats heeft. Bij Van der Leyen natuurlijk om de rang te sluiten, de politieke, alle ministers uiteindelijk op eenzelfde lijn te kunnen krijgen, om toch wel die cohesie, die interne cohesie binnen Europa te kunnen bewerkstelligen, mm-hmm. om solidariteit met Oekraïne te kunnen tonen en duidelijk standpunt te maken tegenover Rusland. Poetin daarentegen, die heeft ergens wel gelijk dat de Oekraïners, dat die toch wel dicht wat betreft waarde aandoen tegenover Rusland. Maar uiteindelijk drijven zij ook wat betreft politieke opvattingen weg van Rusland. Ja. Dus het is een vrij genuanceerd verhaal. Precies. Dank ook. En ik zag je al een paar keer knikken, Martijn. Want ook in die beroemde programmatekst stond er een vervolgvraag. Welke gevolgen heeft dit als we denken aan de hedendaagse politiek en bestuur? En dan komen we weer bij jouw onderwerp. Ja. Wat zie jij van al dit soort waarden weer terug in al die instituties waar jij weer naar kijkt? Nou ja, maar om meteen maar even dat op te pakken ook van die retoriek. Volgens mij staat er een voorwoord in van Van der Leyen. Ja. En die zegt daar gewoon in de eerste regel, Europa is een waardeunie.
Later komt er nog wel iets over, hè, unity in diversity. Dat is een soort het motto van Europa. We zijn één, maar wel in verscheidenheid. Maar zij is daar toch vrij resoluut over. En daar kun je vragen bij stellen natuurlijk. Hè. Europa is nooit opgericht als zodanig. Europa is begonnen als een internationale organisatie. Heel functioneel gedreven. Hè. Doel, we hebben een bepaald doel wat we met z'n allen willen realiseren. Economisch opbouwen op de destijds. En daarna allerlei andere grensoverschrijdende problemen wellicht oplossen. Maar Europa is nooit gecreëerd als waardeunie. Dus het is niet evident dat Europa een waardeunie is. Hè. Dus dat is wel een vraag die je kunt opwerpen nu. En ook iets waar we in de toekomst naar kunnen kijken. Of Europa zich als zodanig ontwikkelt. Maar jij zegt ook al, nou ja goed, we zien nog steeds verschillende blokken. Dus het is absoluut niet evident dat Europa een waardeunie is. Het is Europa's markt. En zeg je daarmee dus ook dat de discussies die soms op dat niveau gevoerd worden, dat het wel over die waarde gaat, dat dat dus eigenlijk niet de discussies zijn die ze in Europa met elkaar zouden moeten voeren? Nou ja, wellicht wel, hè, want de visies hierop zijn gaan verschillen. Hè. In het begin was Europa een internationale organisatie, supranationale organisatie, maar na verloop van tijd zijn sommige landen of vertegenwoordigers van landen of groepen binnen landen Europa toch ook wel meer gaan zien als dat, als slechts iets functioneels. Maar dat ook Europa en de Europese gemeenschap en democratie en rechtsstaat daarbinnen bijvoorbeeld een doel op zich is geworden. En niet slechts een middel om economische transacties soepel te laten verlopen. Hè. Dan is het handig dat er geen oorlog is. En dat iedereen elkaar ongeveer dezelfde waarde heeft. Maar nu is dat voor sommigen toch veel meer een doel op zich geworden. En dat, dat leidt dan ook wel tot clashes soms. Want dan wordt er beweerd door diegene, nou ja goed, we hebben allemaal dezelfde waarden, dezelfde identiteit. En dan zie je landen als Polen en Hongarije die dat ter discussie dat stellen. Ja. Hè, die dat, dus dan krijg je discussie over, wat is dan de Europese identiteit? En wat zijn dan de waarden waar we het over eens zijn? En die zeggen, heel duidelijk, dat zijn die waarden die jullie huldigen als West-Europese landen of Noord-Europese landen. Precies. Dat zijn niet onze waarden. Het zijn valse claims in hun ogen. En daar is Europa niet voor. Ja. Europa is geen waardeunie. Europa is voor het oplossen van grensoverschrijdende problemen. En tegelijk las ik in een interview waarin je zei, het helpt wel om een gemeenschappelijke vijand te hebben. En die hebben we nu. Het ironische dus wat je nu ziet, is dat alle interne discussies over democratie en rechtsstaat, dus de discussies die er zijn ook, en ook de acties van de commissie, Europese commissie, richting Hongarije en Polen, dat is nu een beetje op de achtergrond verdwenen. Want onder andere Polen doet heel erg zijn best om onder andere vluchtelingen op te vangen uit Oekraïne. Ja, dus dan is het toch wel ingewikkeld om Polen tegelijkertijd aan te spreken op die democratie en die rechtsstaat. Ja. Dus dat verdwijnt dan wat naar de achtergrond. Dus dat is de ironie eigenlijk van het verhaal dat uiteindelijk gaat ook in het conflict met of in de oorlog die daar plaatsvindt, gaat het om democratie, rechtsstaat, vrijheid, gelijkheid. Ja, een land wat dan helpt om vluchtelingen op te vangen, lapt tegelijkertijd regels aan de laars waarvan het dan vervolgens heel moeilijk is voor andere lidstaten om daar iets van te vinden of ook iets van te zeggen. Ja. En wat zou er in jouw ogen dan kunnen helpen? Want uiteindelijk zijn we het denk ik allemaal wel over eens. Ja, we willen wel samen verder, we willen wel zorgen. En zeker ook dat waarden zoals democratie, mensenrecht, noem het maar op, dat die gepromoot worden. Wat gaat dan wel helpen? Nou, ik denk niet dat het direct helpt om dit soort landen uit de Europese Unie te gooien. Je hebt ze liever binnen de Europese Unie. Hè, dat is altijd een argument geweest om ook landen waarvan die toch ook verschillende waarden hoog in het vaandel hebben, om die toch binnen de Europese Unie te halen. En de Europese Unie als zodanig, hè, dus anders dan Europa als continent, is daarmee wel diverser geworden natuurlijk, hè, sinds de uitbreiding naar het oosten. Dat is een keuze, een politieke keuze, om niet met een klein clubje landen ongeveer dezelfde waarden hebben verder te gaan of te verdiepen, maar juist een beetje te verbreden. En dan betekent het dus dat je misschien dus iets minder kunt doen soms als Europa, omdat je gaat clashen op het gebied van de waarden. En dan dat je misschien dus iets meer je bij grensoverschrijdende problemen moet beperken, waarvan al die landen zeggen, dat vinden wij ook een probleem. Hè? Ja. Dus daar willen wij inderdaad ook wel Europees beleid of Europese wet en regelgeving. Dus je zegt, misschien kun je nog beter weer terug naar die basis, waarin we gewoon naar de functionele samenwerking gaan. Op sommige punten, dit is een hele lastige, want tegelijkertijd, hoe meer je met elkaar op functionele basis samenwerkt, hoe groter
de behoefte aan een soort gemeenschap voorbij dat functionele. Want kijk maar naar de staat. Hè. We stellen nu de vraag, is Europa een waardeunie? We stellen nooit die vraag over staten. Hè? Want die zijn er gewoon. Hè? Ja. Maar dus je zou net zo goed voor Europa is het wat dat betreft, is dat een. Staten is ook niet, stelt niemand de vraag waar zijn die voor? En sommigen zeggen, ja, dat zouden wij Europa ons ook niet moeten afvragen. Dat is gewoon evident een politieke gemeenschap. Ja. En überhaupt de vraag of binnen staten variëren ook waardepatronen tussen regio's en dergelijke. Ja, dat nemen we voor lief. Dus dit is een eeuwige discussie. Dus daarom wordt in Europa ook altijd de discussie vermeden over waar we uiteindelijk naartoe moeten met Europa. Ja. Moet dat nou een politieke gemeenschap worden, net zoals staten, hè, dus een soort een Europese superstaat, of moet dat vooral toch maar een soort functionele internationale organisatie blijven? En ja, het is eigenlijk het beste om het daar niet al te veel en heel expliciet over te hebben. Dat klinkt als een Vlaamse benadering. In plaats van de directe Nederlandse aanpak, Tim. Ja, wat kan ik daar uiteindelijk zeggen? Of je een beetje kan vinden in de woorden van Martijn, want ik zag je een aantal keer inderdaad knikken. Ja, nee, het klopt denk ik wel dat die discussie van waar moeten we naartoe met Europa, wat betreft politiek, inderdaad, dat die de laatste tijd toch wel wat wordt vermeden. Ja. Je had denk ik wel binnen het Europees Parlement sommige van die aanjagers, zoals Guy Verhofstadt, die echt wel dacht richting dat, de Verenigde Staten van Europa. Ja. Maar dat hij uiteindelijk ook wel. Ja, wat dat betreft toch wel eens ingetoond. Ja, en uiteindelijk ook, want dit is voor mensen ook toegankelijk, al deze data, dit is terug te vinden voor iedereen om te zeggen van ik wil er meer over weten. Wat hoop je uiteindelijk ook voor ons? Ja, vertel. Ja, het is open access te downloaden. Precies. Dus het is uitgegeven door de Universiteit van Tilburg. Dus als je gaat naar de website Values, of Atlas of Values, of valuesatlas.eu, er zijn verschillende webadressen beschikbaar. Maar dan kan je hem gewoon public access gaan vinden. Maar wat hoop je vooral dat het gaat opleveren voor ons hier en voor de mensen eventueel die ook gaan kijken? Dat we uiteindelijk ook weer bewust zijn van de verscheidenheid, maar ook de gelijkheid van wat betreft waarde tussen Europese landen. Mooi. En binnen Europese landen uiteindelijk ook, want daar zijn uiteindelijk ook inderdaad veel verschillen. Ja. Mooi. Ik ga het ook eens even aan de mensen in de zaal vragen, want zoals aangekondigd, ook voor jullie de gelegenheid en de eerste hand gaat al de lucht in om vragen te stellen. Ik hou eigenlijk van hele concrete dingen. Zou je mij eens een vraag willen stellen uit dat onderzoek? Want jullie hebben het over waarde, maar ik wil wel eens ondervraagd worden. Wat vind ik van het? Hoe zou je die vraag stellen wat ik van buitenlanders vind of zo? Hè, zeg maar. Kun je gewoon één voorbeeld geven? Wat is een vraag die gesteld wordt? Een heel leuke vraag die uiteindelijk ook al vrij complex is, maar die wordt geformuleerd in één zin, namelijk: denk in het algemeen dat mensen te vertrouwen zijn of dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn? En dan kunnen mensen op een schaal, zeg maar, van Nee. Of het een of het ander. Okay. Denk je dat mensen te vertrouwen zijn of dat je nog toch niet voorzichtig genoeg kan zijn? Dus dit zou een vraag kunnen zijn. Wat zou uw antwoord daar dan zijn? Ja, ik denk dat mensen meestal wel te vertrouwen zijn. Ja. Maar ik heb eigenlijk nog een andere vraag. Want op het schoolplein maakte ik het bijzondere mee dat er twee mensen met elkaar zaten te praten over die buitenlanders. Maar één daarvan was een Somalische vrouw. En het was alsof die andere niet doorhad dat ze met een Somalische vrouw zat te praten, want het was gewoon haar buurvrouw. Dat is dus niet een buitenlander, mijn buurvrouw. Dus je kunt wel zeggen, deze mevrouw zou gezegd hebben, pas op voor die buitenlanders, want die zijn niet te vertrouwen. Maar haar buurvrouw is ook een buitenlander, maar dat is mijn buurvrouw. Ja. Dus dat is, vind ik wel interessant. Ja, en uiteindelijk hoe ga je daarmee om? Ja. Nee, maar het punt is uiteindelijk ook wel dat dit is inderdaad een vragenlijst, een enquête onder Europeanen. Uiteindelijk proberen die informatie ook wel te leggen naast de andere informatie die je probeert vast te krijgen of op andere manieren, zoals experimenten, kwalitatief onderzoek, waarbij dat je ook nagaat inderdaad van hoe denken mensen over andere mensen, hoe solidair zijn mensen, hoe staan mensen tegenover de rechtsstaat, hoe zit het met herverdeling met bepaalde groepen, waarbij dat je ook wel heel interessante experimenten bijvoorbeeld kunt doen. Ja. Dus je bent ook weer bewust van de beperkingen, maar dat probeer je op andere manieren ook weer op te lossen. Natuurlijk. Ja, Mooi. Ik zag volgens mij jouw vinger ook. Ja, aan het begin ging het erover dat jongeren niet progressiever worden. Ja. Waarom is dat zo? Hoe zou je dat verklaren? Ja, toch die materiële, de onzekerheid, waar dat ook jongeren mee te maken hebben. En dan vooral materiële onzekerheid. Je hebt te maken met de crisis op de woningmarkt. Ton Wildhagen op de universiteit heeft het ook over artificial, of de universiteit zelf heeft het ook over artificial intelligence. Het feit dat bijvoorbeeld jobs worden geoutsourced, dat computers werk overnemen en eigenlijk tot alle banen worden bedreigd. En onzekerheid op verschillende domeinen zorgt er toch wel voor dat jongeren toch wat terugklappen op meer traditionele waarden. Ja.
Dus de crisis die er zijn, zou dat een verklaring zijn? Of had je zelf andere ideeën erover? Of verbaast je het vooral dat je denkt, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze... Nou ja, het klinkt logisch. Alleen volgens mij de theorie die eerst werd ook in het gesprek werd benoemd... Ja. van dat we gedacht dat materiële welvaart leidt tot meer progressief denken. Maar dat misschien dus meer is de maat van onzekerheid. Is dat dan hoe de theorie herzien moet worden? Die theorie van Ronald Inglehart, die gaat terug op tot jaren 70. Hè. En die is vrij dominant geweest in het onderzoek naar waardeverandering. Maar uiteindelijk met de verkiezing van Trump heeft hij ook zijn eigen theorie wat proberen te nuanceren. Omdat hij ook zag in de Verenigde Staten dat mensen gelijk Donald Trump, rechtspopulisten, dat die ook verkozen worden. Terwijl dat je er uiteindelijk ook van kunt uitgaan dat ook Amerika materieel beter af is. En toch zijn mensen zoals Donald Trump, Orbán, Marine Le Pen worden toch verkozen. Ja. Dus ja, het gaat ook over de ervaren onzekerheid. Niet enkel de objectieve onzekerheid van hoe goed doet de economie het, maar ook hoe wordt die uiteindelijk ervaren. Voelen mensen dat het slechter gaat dan een jaar tevoren? En tegelijkertijd probeer ik ook maar weer een bruggetje te maken naar al die instituties. We zien ook allerlei onderzoeken waaruit ieder jaar weer blijkt dat eigenlijk ondanks alle krantenberichten we nog best een groot vertrouwen hebben in allerlei instituties, in de rechtbank, in universiteiten, in hoogleraren, noem het maar op. Zie je dat ook weer terug in het onderzoek of juist niet? Well, als het gaat over politiek vertrouwen zie je best wel veel fluctuatie. Als het gaat over politiek vertrouwen, moet je ook voorzichtig zijn, want op de lange termijn zie je inderdaad wel dat het lichtjes daalt. Maar eigenlijk van jaar tot jaar zie je vooral veel fluctuatie. En zeker nu met de coronacrisis wordt bijvoorbeeld geopperd dat Nederland een laag vertrouwenssamenleving is. Ja. Een term waar dat ook veel kritiek op is gekomen, omdat ten tijde van de coronacrisis was het vertrouwen ontzettend hoog. In april, mei 2020, toen de coronacrisis pas uitbrak, was er ontzettend veel vertrouwen in de overheid. Maar het fluctueert eigenlijk ontzettend. Ik stel die vraag ook altijd, ik ga het vak binnenkort weer geven, vak over Europa. Ik stel de vraag altijd aan mijn studenten, die vraag over vertrouwen, en dat is een vrij algemene vraag. Die vraag wordt meestal gevolgd door hoeveel vertrouwen je hebt in je regering, in je parlement, et cetera. En ik heb een internationale groep studenten. En daar variëren de antwoorden nogal. Hè? Maar in het algemeen is het zo dat ze erg veel vertrouwen hebben. En zeker ook in Europese instellingen. En soms nog meer dan in hun eigen nationale instellingen. Zeker in landen waar hun nationale overheid, waar het vertrouwen in de nationale overheid niet super hoog is. Dus als we het over Europa hebben, is het vertrouwen in Europa in het algemeen vrij hoog. Hè? Men denkt, dat fluctueert ook wel, maar in het algemeen is dat vrij hoog. En in veel gevallen zelfs hoger dan in de lidstaten. Ja, Tim? Maar tegelijkertijd toont onderzoek ook aan dat vertrouwen, politiek vertrouwen. Mensen weten niet altijd even goed wat dat er afspeelt binnen Europa. Dus het vertrouwen dat ze geven aan Europa is voor een deel ook een afspiegeling van het vertrouwen dat ze geven aan de eigen nationale overheid. Precies, dat hoeft niet altijd iets weer over Europa te zeggen. Nee, inderdaad. Dank. Andere vragen, opmerkingen? Oh, dat was gewoon even dat haar, je mag me ook wegsturen. Ik ben altijd gewoon benieuwd. Wat vond u van wat er is gezegd? Interessant. Maar ik vraag me af, we hobbelen van crisis naar crisis in Nederland. Ja. En ik vraag me af hoe dat neerslaat in zo'n onderzoek. Ja, het interessante met dit onderzoek, zoals ook al werd gezegd, is dat het elke negen jaar heeft plaats. Dus de volgende dataverzameling over heel Europa heeft plaats in 2026. En de bedoeling is om eigenlijk lange termijn verandering, sociale verandering te kunnen vaststellen. Maar juist met dus je probeert eigenlijk een beetje los te komen van al die crisis. Ja. Ja, maar dat is uiteindelijk een nadeel, want in sommige landen slaat de crisis gewoon sterker toe dan andere landen. Maar tegelijkertijd met de coronacrisis hebben we de mogelijkheid gehad om Nederlandse respondenten nog eens een keertje te bevragen. Ook om na te gaan van, is het zo dat Nederlanders meer vertrouwen geven in de politiek in tijd van corona, terwijl dat andere meer fundamentele waarden zoals religiositeit of ook politieke ideologie, dat die toch wel wat stabiel blijven. En mag toelichten? We zien wel dat echt die fundamentele waarden, waarvan dat eigenlijk wordt gedacht dat ze worden gesocialiseerd op jonge leeftijd, en stabiel blijven eigenlijk tijdens de hele levensloop, zoals bijvoorbeeld politieke ideologie en religiositeit, dat die toch wel vrij stabiel zijn gebleven tijdens de crisis. Ja. Terwijl dat politieke opvattingen, voorkeuren, bijvoorbeeld over privacy, de corona-apps enzovoort, dat is natuurlijk sterk veranderd en onder invloed van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Dank. Aan deze kant. Ja. Ik had nog een vraagje over die beginkaart, zeg maar. Van een soort basissegmentatie van de groepen die je hebt bestudeerd. Is dat, zeg maar, kun je die nog eens duiden? Want ik zag protestanten, katholieken. Ik neem aan dat er toch veel meer sub
groepen zijn. Misschien kunnen we even terughalen. Ja. Of moet ik daar al die andere groepen uit afleiden? Of worden die dan nog gespecificeerd daarin of zo? Of is dit dan zeg maar de basis? Ja, dit is eigenlijk de Culture Map of the World. Dit is een kaartje dat Ronald Ingehart en Chris Watzel hebben opgesteld. Waarbij dat ze op basis van de World Value Study, niet van de European Value Survey alleen, maar ook van de World Value Study, toch wel proberen om landen te klassificeren, te clusteren, om te kijken hoe staan ze in hun waarde. Dus je hebt op de x-as, dus de horizontale as, heb je survival values, tegenover self-expression values, wat gaat over ja, in welke mate vinden bijvoorbeeld mensen materiële opvattingen belangrijk, tegenover juist tolerantie. Ja, self-expression values gaat over tolerantie, inclusiviteit. En misschien ook even goed, uit welk jaar komt dit kaartje? Dit is volgens mij van 1999. 99, dus ook eventjes geleden, zou ook weer veranderd kunnen zijn. Ja, nee, je ziet juist wel dat die landen best wel vrij goed blijven clusteren. Dus 2 jaar geleden, op basis van de data van 2020, hebben Ingehart en Watzel die kaart geüpdate. En je ziet toch wel dat er een vrij grote overeenkomst is tussen deze kaart en die kaart van 2020. Mooi. En dat is uiteindelijk ook wel een beetje de crux van waardeonderzoek. Ja. Te veranderen wel een aantal zaken, maar het verandert gewoon heel traag. U wou nog iets zeggen en daarna gaan we weer naar Penny toe. Ja, ik begrijp dat ik tot 2026 moet wachten voordat... maar de crisissen die stapelen zich op dit moment. Ja. En dat doet ook iets met het vertrouwen in Den Haag. Ja. Dus ik vroeg me af of dat, maar misschien dat de bestuurskundige daar iets over kan zeggen. Is die aanname ook juist? Want je zou natuurlijk, je hebt zo'n fenomeen, dat noemen ze chronocentrisme. Hè? We denken altijd dat nu de wereld in brand staat, dat nu van alles aan de hand is. En het was niet zo dat in 1983 we alleen maar in de krant lazen, want gaat de wereld goed? Klopt. Nee, toen waren er ook crisis. Het is wel zo, denk ik, dat er nu wel veel tegelijkertijd plaatsvindt. Maar of dat nou permanent tot een dalend vertrouwen leidt, dat is nog maar de vraag. Hè? Juist ook om de redenen die Tim aangeeft, is toch wel een vrij stabiele basis en je ziet fluctuaties. Dus, en onderlangs wordt er een keer onderzoek gedaan en er komt dan uit gedaald vertrouwen en dan wordt meteen de conclusie getrokken dat dat een permanente verandering is. Dus daar zou ik wel voorzichtig over willen zijn. Ik denk dat juist wat misschien kenmerkend is voor de tijd, is dat er zoveel fluctuatie is. He, dat die, en dat op de trend misschien wel vrij, dat het vrij stabiel blijft, maar dat er veel fluctuatie is. Dus dat mensen heel snel bewegen van veel vertrouwen naar minder vertrouwen. En je ziet dat, ik denk dat dat vooral een trend is. En die zie je dus wat minder terug, denk ik, in jullie value survey. Maar dat is als je iets meer granulair gaat kijken, he, misschien door de dagen of weken of maanden, zou je dat wel meer zien. Maar daarom is het toch wel belangrijk om juist dat onderscheid te maken tussen enerzijds waarden, die toch wel relatief stabiel zijn, en opvattingen en politieke voorkeuren. We kunnen er na afloop uiteraard nog over doorpraten. Heel belangrijk ook als jullie nog een wetenschapper willen helpen. Martijn heeft een hele belangrijke tas liggen en die mag je niet vergeten, want die zit vol met diploma's voor aankomende... Ik ga niet zeggen waar die ligt. Dus als je Martijn ziet weglopen, zeg dan even Martijn, neem je tas mee, want anders kunnen er zaterdag geen diploma's worden uitgereikt. Klopt. Wij zijn jullie zeer erkentelijk voor je toelichting hier. Jullie krijgen een hartelijk applaus. Tim, Martijn, dank jullie wel.